De travail en début de présidence française. Donc merci beaucoup une fois encore de tenir, faire hommage à Jean-Marie Simonnet. Merci infiniment d'avoir ce matin passé en vue une partie simplement des sujets qui vont nous occuper, mais continuer à travailler. En natuurlijk Mitterrand, de tegenspeler in Frankrijk, die had ook een politieke agenda. Zijn politieke agenda was Duitsland en de Bundesbank wat naar beneden halen. Want voor die muntunie was het zo dat de Bundesbank besliste over de rentevoeten. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Frankrijk. En dat is natuurlijk niet leuk voor de Fransen. En die vond een muntunie goed, omdat het een techniek was om ervoor te zorgen dat er in Frankfurt niet alleen maar Duitsers, maar ook een Fransman en anderen zouden zetelen. Dan wordt zo'n pand eigenlijk overgenomen. Hè? Het is dan niet langer meer van uw bedrijf, maar het is dan eventjes een regeringshoofdkwartier. Ja. Ik denk dat zeker 5 à 6 maal een delegatie uit Frankrijk gekomen is met tussen de 10 en de 15 personen. Dus ze hebben een hele nieuwe, heeft de PTT was dat, kabels aangelegd naar een switchboard. 1 lijn hebben ze hier naartoe gebracht, speciaal. Er waren 4 toestellen. Eentje was, wat ik me heb laten vertellen, verbonden met het Kremlin. Eentje was met Washington, dus met de Amerikaanse president. Voor rechtstreekse lijnen waren dat. En we hebben dus de maandagochtend kwam dus hier de Duitse bondskanselier Helmut Kohl. Die kwam ontbijten met nog 4 medewerkers. Er waren dus 5 Fransen en 5 Duitsers. Dat was 1 tafel voor 10 personen. En wij hadden als opdracht gekregen van de Duitse overheid dat we veel vlees waren. Ja, moesten verzorgen. Dus dat was wel, dat hebben we ook gedaan. Dus er waren enorme schalen vlees, waren met name bestemd voor de Helmut Kohl. Ja. Een beetje bommelen, een beetje even uit de alltag. Vandaag nog getwijfeld om hierheen te gaan? Nee. Ja, dat betekent toch een duidelijke stijging van Nederlandse bezoekers. Nee, daar heb ik geen problemen mee. G2, meer heb ze niet nodig. Als die stomme Hollanders dat niet willen handhaven, ja, dan krijgen ze dus een lockdown. Op dit moment kan ik u vertellen dat wij gisteren een zeer goede dag in ons 20-jarig bestaan hebben gehad. Zo niet een van de beste. Le être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Et ce sont d'abord des devoirs. Et j'avais eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises aussi, le concept de liberté qui est brandi aujourd'hui par certains de nos compatriotes pour dire j'ai la liberté de ne pas me faire vacciner, il s'arrête là où la liberté de l'autre est à ce moment-là entravée, là où la vie de l'autre peut être mise en danger. La totalité des gens avec qui je parlais étaient indignés à l'égard de nos compatriotes qui ne veulent pas se faire vacciner. J'avais face à moi 2 soignantes qui me disaient « Mais nous, on pense qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés quand ils arrivent aux urgences. De là où je suis, je ne peux pas ne pas être préoccupé par cela. » Maar dat je dus kijkt naar ook kleine kerncentrales, het liefst in een netwerk in Europa, dat lijkt me wel. Want uiteindelijk is het een enorme ambitie. En het alternatief is dat we afhankelijk zijn van Russisch gas.